mooie jurken, pakken en auto's. Het gala voor veel middelbare scholieren is het hoogtepunt van het jaar. Maar aan dat feest hangt een prijskaartje. Daarom verkocht een pop-up store in Eindhoven afgelopen weekend tweedehands galakleding. Want nu vallen minder bedeelden nog buiten de boot. Oh, dat is toch verschrikkelijk. Dan staat je hele klas staat daar mooi in zijn jurk te shinen. En jij weet niet wat je aan moet. Of je moet in een spijkerbroek waardoor je super erg opvalt. Nee, dat is gewoon een rot gevoel. En daarom is het gewoon belangrijk dat niemand dat gevoel hoeft te hebben. Ja, gala is gewoon duur. Weet je, als een jurk is duur, je doet het maar één keer aan. En nu kun je voor veel minder geld, kun je wel gewoon iets heel moois, zodat iedereen kan shinen. Je wil eigenlijk dat iedereen kan meedoen. Dat niemand buiten de boot valt. Want er is niks ergers dan dat je er soort van niet bij hoort. Omdat je daar misschien de financiële middelen niet voor hebt. Klanten met een krappe beurs wilden niet reageren voor camera. Maar ook andere mensen wisten de winkel te vinden. Ik ben op zoek naar een galajurk. Ik zit in mijn examenjaar. En ik vind het echt gewoon super zonde om een jurk te kopen voor €200 die ik één keer aantrek. Dus ja, vandaag is dit natuurlijk een supergoed alternatief. Waarom zou ik hem nieuw kopen? Ik kan hem net zo goed tweedehands kopen. Doe hem één keer aan. Dan ben ik liever voor duurzaamheid en tweedehands. De initiatiefnemers zijn van plan om volgend jaar weer tweedehands galakleding te verkopen.